Hoi en welkom op weer een kleine video tutorial. Ik heb van de week een bloem gemaakt en die heb ik heel simpel gemaakt en ik ga nu even een voorbeeldje maken over hoe ik hem gedaan heb. Je gebruikt hiervoor penseel oil paint, die zit in het kopje Artistic van Procreate zelf, dus er wordt niks moeilijk gedaan. Ik zet een flinke klodder verf in het midden neer, zo, gewoon een rondje. Dan zet ik dezelfde pen die ik gebruikt heb voor de oil paint, zet ik even in de smudge toe. Ik hou hem wat langer ingedrukt, dan pakt hij automatisch dezelfde brush over. In de smudge toe ga ik alleen langs de buitenkant twee laagjes blaadjes aanbrengen. Ik zet hem hier aan de buitenkant, dan smeert hij als het ware de kleur uit zonder dat hij een nieuwe kleur meeneemt. Want je bent eigenlijk alleen maar aan het uitvegen, het smudgen. Ik doe dit met korte, snelle strookjes en eigenlijk alsof je een lucifer afsteekt, zeg maar, aansteekt. Dan heb je dus een beetje het verschil in druk, zeg maar, daarin. Dus we gaan gewoon een beetje simpele blaadjes maken. Het hoeft absoluut niet netjes. En dit doe je dan gewoon rondom. Als je er ruimte tussen is, die vullen we nog even op. Maak ik er nog een tweede laagje overheen. Dan ga ik iets meer naar binnen. Je hoort de ventilator op de achtergrond. Je hoort de hond hijgen. Het is warm. Heel Nederland heeft er last van. Wij ook. Ik heb nu dus twee cirkels gedaan. De smudge toe. Als ik nou nog verder ga, dan verdeel ik alleen maar het roze hier weer naar buiten. En dan zou je dus eigenlijk alles wat je tekent niet meer zien. Dus ik kies nou weer voor wit. En voor het gewone penseel. Dus ik ga nu met een witte kleur ga ik extra kleur toevoegen. Want ik zit nu wel weer op de gewone brush, dus ik pak ook weer kleur mee. En ik ga gewoon hetzelfde doen. Ik ga van buiten naar binnen werken. Nou zie je dus dat hij wat lichter is. En omdat oil brush, zeg maar, een beetje kleur meeneemt van wat je daarvoor gedaan hebt, zal hij ook nog hier en daar wat roze meenemen. Derde laagje. En ik ga gewoon steeds kleiner naar binnen toe. Ik maak zo het hele rondje af. Ik zit niet helemaal in het midden, maar goed, het gaat om het idee. Als ik dat gedaan heb, heb ik zelf nog een brush gemaakt van de spray paint. Even kijken, waar staat die? Hier zo. Daar heb je Flix. Daar heb ik zelf door middel van de spacing heb ik er wat wijdere vlokjes van gemaakt. Normaal is het één grote spray. Ik heb de spacing wat meer opengezet en daardoor krijg je wat meer kloddertjes verf hier en daar. Dus die pak ik nu. En ik doe het gewoon allemaal op één laag hoor. Dat kan allemaal. Even kijken of die niet te groot staat, maar ook niet te klein. En ik ga gewoon een beetje wat spikkeltjes geven in het midden. Als je dat alleen met wit zou doen, zou die een beetje saai zijn. Dus ik wissel wat af met wat roze. Ik pak er zelfs een beetje zwart bij. Dubbel tappen voor echte zwart. En ik eindig daarna eigenlijk altijd weer met wit. Oké, ik zit een dingetje hier. Kijken, ja. Nu is eigenlijk de bloem al klaar, maar ik kan natuurlijk altijd wel wat meer mee spelen. Dus wat gaan we doen? Ik ga hem dupliceren. Eén keer en twee keer. Je ziet al gelijk wat meer kleurverschil. Die laatste, of tenminste de onderste daarvan, die ga ik gebruiken voor mijn schaduw. Dus ik klik daarop. Ik verander de kleur eventjes naar zwart. Klik erop, select en dan fill layer. Doordat ik select doe, pakt hij alleen hetgene wat ik getekend heb. Veel layers. Alleen die onderste kant is nu zwart. Hij is een beetje in de buitenkant, omdat de buitenkant een beetje vaag was, is hij daar dus niet helemaal goed gepakt. Dus ik ga hetzelfde nog een keer doen. Selecteer hem weer en ik kleur de laag weer een keertje in. Nou is hij helemaal zwart, helemaal door en door. Ik ga hem verschuiven, want ik wil daar een schaduwlaagje van maken. Ik druk op het pijltje en schuif hem een heel klein beetje naar rechtsonder. Zo, klein stukje maar. Ik kies voor de Gaussian Blur, dan wordt hij wat vervaagd. En dan kan ik gewoon door middel van schuiven ergens op het scherm. Kan je zien dat hij een beetje vervaagt in de achtergrond. Dan krijg je een mooie schaduw. En als je zegt van ik vind hem wel goed genoeg vervaagd, maar ik vind hem een beetje te veel aanwezig.
kan je hier altijd nog kiezen om de opaciteit wat terug te brengen. Zie je het verschil? Je zegt, nou, ik wil een klein beetje schaduw, niet zo heel erg hard. Nou, die is leuk. Dan kan je er nog voor kiezen om een beetje te gaan spelen met de kleur. Dat doe ik dan meestal met de bovenste. Dan zie je ook wat je doet. Je gaat naar Hue. En daar kan je een beetje schuiven met de kleur. Dat je denkt van, oh, dat vind ik wel leuk. Of wat zou dat doen? En buiten dit kan je ook nog een beetje spelen straks met de blend mode. Dat gaan we ook even proberen. Ik weet helemaal niet wat voor kleuren er nu uit gaan komen. Ik vind dit op zich wel een leuke kleur. Ik weet nog niet waar ik mee eindig hoor straks. Ik ga proberen in de blend modus. Die kan je hier vinden. Je tikt de N aan. Nu staat hij op normaal. Maar je kan op multiply klikken. Je kan op linear burn klikken. Ik ga hem even wat kleiner maken. Even wat meer naar de zijkant zetten. Want dan zie je wat meer wat ik er mee doe. Even weg jij. Zo. Hij staat nu op linear burn. Dan wordt hij een beetje wat lila van. Dan mengt hij het een beetje als het ware. Color burn. Die is ook wel heel gaaf. Maar vind ik de achtergrond weer te donker. Maar de binnenkant van de bloem vind ik dan wel weer heel erg leuk. Darken. Beetje saai. Die is wat speels. Maar ook niet leuk. Lighten. Screen. Color dodge. Lighter color. Nee. Vind ik allemaal niet mooi. Niet voor wat ik wil bereiken in ieder geval. Wel heel leuk voor andere dingen misschien. Maar. Soft light vind ik ook wel leuk. Linear light, nee. Hard mix, bijna nooit mooi. Even kijken, nou, deze gebruik ik eigenlijk zelden, maar het is altijd wel leuk om even langs te lopen. Want dit is op zich ook wel weer een leuk effect, zeg maar. Nou, hier kom ik ook bijna niet. Ja, vind ik ook leuk, maar volgens mij lijkt het heel erg bij hoe die was. Maar geeft wel een leuk effect ook. Color. Luminosity. Oh, ook leuk. Ik denk dat ik toch wel een beetje op het roze uitkom. Ik ga even kijken of ik hem even terug kan halen. Even undo. Even naar de originele kleur. Eigenlijk had ik hem natuurlijk gewoon moeten kopiëren. Dan heb je altijd de juiste kleur gewoon. Dat is handiger. Maar goed, er zijn altijd kortere en snellere wegen. Ik ga even kijken wat hij in dezelfde kleur gewoon doet met de blend modes. Overlay, ook leuk. Maar zo zie je eigenlijk dat je een beetje verschillende dingetjes kan proberen. Hard light, soft light. Ik vind hem voor deze harder wel wat leuk. Even kijken hoor. Ga ik er nog een laagje bovenop doen. Ik ga ze iets verzetten, eventjes. Dan kan ik er nog wat tekst bij doen. Maar hij staat niet helemaal in het midden. Dus ik pak ze even samen. Want ik wil wel die drie lagen samen hebben. Dus die tik ik aan. Oh, en die schuif ik mee. En die schuif ik mee. Die groepeer ik samen. En dan kan ik het hele groepje in één keer een beetje opschuiven. Even kijken hoor. Ik weet niet wat ik hier weer voor veeg gedaan heb. Gunnen we straks wel ergens uit. Dan staat hij wat meer in het midden. Iets omhoog. Zo, welke laag zit het? Zit in die onderste laag. Kan ik even gummen. Even kijken. Inkt. Zo, is dat weg. Pak ik hierboven nog even een lettergroep. Even kijken. En dan ben ik altijd dol op deze. Dat is van IPL. iPadlettering.com. En de fountain pen. Ik weet niet waarom, ik vind hem erg prettig. En dan. Het hoeft ook allemaal niet zo heel erg netjes. Dat is het leuke van tegenwoordig, hè? Maar allemaal lekker wat rommeliger. Zo. En zo heb ik hem eigenlijk gemaakt. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop dat je er wat mee kan. En ga je ook zoiets proberen? Laat het me zien. Vind ik erg leuk. Dankjewel. Doei doei.